Zoals elk jaar organiseert de stad Sint-Niklaas tal van activiteiten voor kinderen tijdens de zomervakantie. De inschrijvingen voor de sportkampen starten op dinsdag 21 april en verlopen vanaf dit jaar een beetje anders. Vroeger moest je bij verschillende diensten langsgaan of via aparte online inschrijvingsformulieren voor elk aanbod apart iets invullen, een aanvraag doen, een bevestiging krijgen. Nu is het zo dat je eigenlijk op één webpagina, dus die gaat ook vakantie op maat noemen, moet je eerst een account aanmaken. En dan kan je gewoon kiezen uit het hele aanbod. Nu starten we enkel met de zomersportkampen, later volgen nog andere aanboden. Dan kan je gewoon met een paar klikken kiezen van oké, wat wil ik boeken voor mijn kind? En dat dan ook direct betalen en krijg je ook direct je bevestiging. Het principe is, als je betaald hebt, ben je ingeschreven. Wie niet over internet beschikt of de website niet wil gebruiken, kan natuurlijk nog steeds terecht aan het onthaal van de verschillende diensten. Maar de nieuwe website kan het leven van een ouder toch wat gemakkelijker maken. We dachten, weet je als ouder het vakantieaanbod wilt plannen, wil je dat graag snel rondkrijgen, ene puzzel maken en niet naar verschillende diensten lopen op verschillende momenten, niet zeker weten wanneer kan ik inschrijven, moet dit op een andere manier. Allee. Dus dat wordt een beetje gelijk getrokken. De inschrijvingsperioden zijn op elkaar afgestemd, de betalingsmethoden zijn op elkaar afgestemd, ook de annulatievoorwaarden. Eigenlijk proberen we het een beetje klantvriendelijker, gebruiksvriendelijker aan te pakken. U kan de website van Vakantie op Maat raadplegen via de stadswebsite op sintniklaas.be. Daar klikt u op de knop Vakantie op Maat. U kan nu al een account aanmaken en het aanbod bekijken. Inschrijven voor de sportkampen kan vanaf dinsdag 21 april. Als u de website niet kan of wil gebruiken, kan u voor inschrijvingen vanaf dan ook terecht aan het onthaal van uw sport in het stadhuis.